Hallo en welkom allemaal. Dit is een kleine tutorial over SketchUp. Ik gebruik versie 7.1. Er zijn inmiddels al nieuwere versies, maar als je met deze versie kan werken, dan zal het ook wel lukken in een paar versies erna. Ik ga gewoon de basis behandelen. Als je het programma start, krijg je eerst dit schermpje. En moet je even klikken op schabloon kiezen en zorgen dat je in meters aan het werken bent. De schaalverdeling is eigenlijk in meters. Standaard staat die, als ik me niet vergis, op feet en inches. Voor de Engelse mensen onder ons, dat mag. Maar in Nederland werken wij met meters. Dus klik op eenvoudige schabloon meter. Dan staat eronder een knop, SketchUp gaan gebruiken. Daar moet je op klikken. Pas dan wordt het programma zelf gestart. En als het gestart is, zie je een mannetje staan en je ziet een groene lijn, een rode lijn en een blauwe lijn. Dat is de x-as, de y-as en de z-as voor mensen die wiskunde in hun pakket hebben gehad. Voordat ik iets ga tekenen, ga ik eerst het mannetje een beetje verslepen. Dat doe ik door op het handje te klikken. Het mannetje bij zijn vest te pakken en naar links te slepen. Twee knoppen gebruik ik heel vaak, eigenlijk drie. Dit handje is om het mannetje op en neer te sleuren. Deze blauwe pijlen ernaast. Daarmee kun je het beeld draaien, kun je zaken van verschillende kanten bekijken. En de muiswiel, het muiswieltje. Daarmee kun je inzoomen en uitzoomen. Dat zijn drie belangrijke. Oké, ik begin met het tekenen van een simpel huisje. Dat doe ik door hier op de rechthoek tool te klikken. En een rechthoek te tekenen, niet zo. Meteen even laten zien hoe je ongedaan maken kan doen. Oh, ik kan niks ongedaan maken. Oké. Stel dat ik iets teken en ik wil het weg hebben, kan ik op bewerken, ongedaan maken, rechthoek klikken en de rechthoek is weer weg. Ik wilde namelijk een rechthoek op de grond tekenen. Soms zul je een beetje moeten draaien om aan SketchUp duidelijk te maken wat je eigenlijk precies wil. SketchUp is niet zo heel slim. Je zult hem moeten helpen duidelijk te maken wat je wil. Dat is wat ik wil, een rechthoek op de grond. Je moet af en toe even draaien met het beeld om te kijken of je nou echt getekend hebt wat je wil. Nou, in dit geval is dat zo. Als ik mijn rechthoek op de grond heb getekend, dan kan ik op deze tool klikken, duwen, trekken. Er staat een rode pijl omhoog. Je klikt op het vlak wat je net hebt gemaakt en je haalt die omhoog op deze manier. Je moet hem in ieder geval hoger maken dan een mannetje, dat die binnen kan staan. Dus het mannetje is ervoor om te zorgen dat jij de goede verhoudingen gebruikt. Oké, maar eventjes rondkijken. Je kunt je gebouwtje dus van alle kanten bekijken. Een beetje uitzoomen wat jij wil. Prachtig. Mooie blokkendoos. Heel moderne villa. Maar ik wil een huis met een puntdak. De makkelijkste manier is, de snelste manier, is om een lijn te tekenen in het midden. Hoe weet ik wat het midden is? Dat weet ik op het moment dat ik een blauw bolletje zie en er een middelpunt staat in het scherm. Dus niet op lijn, maar dat blauw bolletje, middelpunt. En aan de andere kant precies hetzelfde. Ik wil hem echt in het midden hebben aan twee kanten. Als me dat gelukt is, dan ga ik weer een nieuwe tool kiezen. En dat is deze. Verplaatsen, kopiëren. Je kunt hier vlakken mee verplaatsen, op deze manier. Je kunt verlengen, verkorten. Je kunt dingen helemaal weghalen zelfs. Nou, allerlei leuke trucjes. Maar wat ik ermee wil doen, ik wil op deze lijn gaan staan. Die wordt dan blauw, dan is die geselecteerd. En die haal ik omhoog. Zo krijg ik een puntdak voor mijn huis. Heel simpel. Werkt alleen als ik die lijn zojuist precies in het midden heb gezet. Ik ga nog maar eens een keer van alle kanten bekijken. En dan wordt het tijd voor een deur in mijn huis. Weer de rechthoek tool selecteren. Op de lijn gaan staan. Deurtje maken waar het mannetje door naar binnen kan. En ik wil natuurlijk de deur openmaken. Dus ik klik. Sorry, eerst ga ik deze tool kiezen. Selecteer tool. Voor een zwarte pijltje. Dan klik ik op de deur. En ik druk op mijn toetsenbord op delete.
Hier zijn de pijltjes. Daarboven is de delete toets. Daar druk je op. En dan zul je zien dat je in het huis kan kijken. Prachtig. Oké, even genoeg. Je kunt je werk alvast opslaan. Geef hem maar een plekje. Geef hem maar een naam. Ik heb al een naam. Huis heeft niks. Doe maar vervangen. Nou, het laatste wat ik ga laten zien is dat je het huis kan inkleuren zoals jij wil. Inkleuren met een kleurtje of met een patroon. Zoals deze bakstenen. Hartstikke mooi. Telkens als je draait, moet je even wisselen van tool. Ga je draaien, moet je weer terug naar die emmer. Of officieel heet dat de verfpot. En zo kun je je huis schitterend eruit laten zien. Even kijken, wat wil ik op het dak? Heb ik nog dakpannetjes? Doe wel zoiets simpels. Oké. Het is heel lastig als je eenmaal een huis hebt om ook nog de binnenkant te maken. Als je een interieur wil, dan kun je beter eerst alleen de vloer maken en dan later de muren eromheen zetten. Dit is echt gewoon een simpel huisje, gewoon om te laten zien hoe SketchUp werkt. Ik zal nog een tweede tutorial maken. En misschien nog wel meer als daar behoefte aan is. Oké, dit was de tutorial SketchUp voor beginners.